belangrijk in een club dat je spelers zo min mogelijk geblesseerd zijn. Dan is het altijd de uitdaging voor een club, en met name de medische staf, om zijn spelers zo fit mogelijk te houden. Een van die dingen die we hebben gedaan vorig jaar is met Sports Injury Lab een onderzoek meegedaan om te kijken naar de mondgezondheid van spelers. Over hoe de kaak staat, hoe de bijtkracht is en wat dat voor invloed kan hebben op blessures. Er zijn wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat die relatie er is. Vorig jaar hebben we een aantal spelers gehad die wat minder gebit hadden, zeg maar, die uiteindelijk blessures hebben opgelopen. Nou komt er dus ook een onderzoek aan wat gaat kijken naar het speeksel, of je dat kan koppelen aan blessures. Dit is al eerder aangetoond bij hart- en vaatziekten, bij diabetes, bij reuma, dat daar dus een relatie is. We gaan een gezamenlijk onderzoek starten met Sport Injury Lab en met het Academisch Ziekenhuis in Gent en het Academisch Centrum Tandheelkunde van Amsterdam. Het doel van het onderzoek is om te kijken of dus een bepaald aantal eiwitten in de speeksel, een verandering van deze eiwitten. Als je tandvlees ontstoken is in bepaalde mate, dan komen er ontstekingseiwitten vrij en dan komen er cytokines. Dat zijn toxische stoffen die in de bloedbaan komen. En die stoffen is bewezen dat zij een grote rol spelen in de spiervermoeidheid. En laat die spiervermoeidheid nu net een van de belangrijkste oorzaken zijn van die niet-contactblessures of van de herhaaldelijke herblessures. We will take saliva samples from football players and we're going to follow the football players throughout the season. The saliva samples will be taken by an oral rinse. The players will rinse for 30 seconds and that's going to happen before and after the training and the game. We're going to measure proteins which are indicators for the condition of the immune system. En dat zou dan weer een aanwijzing kunnen zijn wanneer iemand vermoeid gaat raken, oververmoeid of vroegtijdig conditieverlies aantonen. En die gegevens zouden dan weer door de medische staf kunnen gebruikt worden in de blessurepreventieprogramma's die een club tegenwoordig meer en meer individueel opstelt per sport. Het zou mooi zijn als we dat met een makkelijk testje kunnen aantonen van joh, deze speler heeft nu deze waarde in zijn speeksel zitten. Dus die moeten we nu meer in de gaten houden of we moeten minder laten trainen of juist specifieke dingen meer laten doen, zodat je blessures kan proberen te voorkomen.